In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. En met uw geest. U allen van harte goedemorgen gewenst. Welkom in de viering van de Heilige Eucharistie, waarin we op deze zondagmorgen de Palm- en Passiezondag mogen vieren hier in deze kerk. Vandaag op Palmzondag staan we aan het begin van de Goede Week. In deze week herdenken wij het Paasmysterie, waarop wij ons sinds het begin van de 40 dagen tijd door boetvaardigheid en naastenliefde voorbereiden. Christus is zijn stad Jeruzalem binnengegaan om door zijn lijden, dood en verrijzenis dit mysterie te voltrekken. En laten wij daarom met geloof en eerbied deze intocht herdenken en de Heer volgen. Hij geeft ons dat wij als volgelingen van zijn kruis ook mogen delen in zijn verrijzenis en in zijn leven. Een aantal kinderen die hebben in de afgelopen week een palmpasenstok gemaakt. Deze mooi versierd met attributen die helemaal bij deze goede week horen. En we zullen deze palmpaasstokken voor jullie en de palmtakjes nu gaan zegenen. En daarna gaan jullie naar jullie eigen kinderwoorddienst in de zaal van de pastorie. We zullen overgaan tot het zegengebed. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, heilig met uw zegen deze palmtakken, waarmee wij Christus willen toejuichen. Geef dat wij hem als koning op zijn weg begeleiden, door hem ook mogen komen tot het hemels Jeruzalem. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Hier zegen mij. Lord bless us at the lips to proclaim your word to the others. De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden, in de richting van Betfage en Betanië op de Olijfberg, zond hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: gaat naar het dorp daar voor u,
En bij uw binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maak dat los en brengt het hier. En als iemand u de aanmerking maakt, wat doet ge daar? Antwoord dan, de Heer heeft het nodig waar, hij stuurt het spoedig weer hier terug. Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur buiten op straat. Ze maakten het los. Maar sommige mensen die daar in de buurt stonden, riepen hun toe, wat doet ge daar om zomaar dat veulen los te maken? Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd. En de mensen lieten hen ongemoeid. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en er gingen erop zitten. Velen spreidden mantels op de weg uit, andere groene takken die ze in het veld gehakt hadden. De mensen die hem omstuwden jubelden, Hosanna, gezegend de komende in de naam des Heren, geprezen het komend koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoge. Woord van de Heer. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, om aan de mensen een voorbeeld te geven van nederigheid, heb je gewild dat onze verlosser mens werd zoals wij, en de dood onderging aan het kruis. Geef dat wij ter harte nemen wat zijn lijden ons te zeggen heeft en deel hebben aan zijn verrijzenis. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. En dan wil ik de meisjes en jongens uitnodigen om jullie pal en paasstokken te zetten hier in de standaard. En dan mag je met Sandra meegaan naar jullie eigen kinderwoorddienst. En ik moet nu al zeggen dat de pal en paasstokken ontzettend mooi zijn geworden met hulp van de vaders en moeders. En we zien jullie straks graag terug. Neemt u plaats. Want we zullen overgaan tot de dienst van het woord. We gaan luisteren naar woorden uit de Heilige Schrift op bladzijde 3 van uw tekstboekje. De eerste lezing is genomen uit de profeet Jesaja. God de Heer heeft mij de gave van het woord geschonken. Ik versta het de ontmoedigde moed in te spreken. Elke morgen spreekt hij zijn woord. Elke morgen richt hij het woord tot mij en ik luister met volle overgave. God de Heer heeft op mij gesproken en ik heb mij niet verzet. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen. Mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten. En mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadde en mij bespuwde. God de Heer zal mij helpen. Daarom zal ik niet beschaamd staan en zal ik geen spier vertrekken. Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden. Woord van de Heer. Bidden wij bij de psalm gezamenlijk het refrein. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ze lachen met mij, allen die mij zien. Ze grijnzen en ze schudden met het hoofd. Hij steunt toch op de Heer. Laat die hem dan bevrijden. Laat die hem redden als hij hem bemint. Een meute honden jaagt mij op. Een bende booswichten houdt mij omsingeld. Mijn handen en mijn voeten hebben zij gewond. Mijn beenderen kan ik wel tellen. Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit. Nu delen zij mijn kleren onderling en dobbelen om mijn gewaad.
Ach Heer, houd u niet ver van mij. Mijn steun, kom haastig om mij bij te staan. Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, voor heel het volk uw lof verkondigen. Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob brengt hem dank. De tweede lezing is genomen uit de brief van heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Broeders en zusters, hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat hij, het noemen van zijn naam, zich iedere knie zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. Woord van de Heer. Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is. Loofde de Heer alle gevel. De Heer zal bij u zijn. Uit het passieverhaal van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. Lof zij Christus. U kunt de tekst meelezen op bladzijde 8 van uw boekje, aan de linkerzijde. In de vroege morgen kwamen zij tot een besluit. De hoge priesters met de oudsten en schriftgeleerden. In het Sanhedrin, zij boeiden Jezus, voerden hem weg en leverden hem uit aan Pilatus. Pilatus stelde hem de vraag: zijt gij de koning der Joden? Hij antwoordde: gij zegt het. Toen de hoge priesters vele beschuldigingen tegen hem inbrachten, ondervroeg Pilatus hem weer en zei: alle, geeft gij in het geheel geen antwoord? Zie eens wat voor beschuldigingen ze tegen u inbrengen. Maar Jezus gaf volstrekt geen antwoord meer, zodat Pilatus verbaasd was. Nu was hij gewoon bij elk feest één gevangene vrij te laten, degene om wie zij vroegen.
Er zat juist een zekere Barabbas gevangen onder de oproermakers. Zij hadden bij het oproer een moord begaan. Het volk kwam opzetten en begon te vragen dat hij voor hen zou doen zoals altijd. Pilatus antwoordde daarom met de vraag: Wilt ge dat ik de koning der Joden zal vrijlaten? Hij zag wel in dat de hoge priesters hem uit nijd overgeleverd hadden. Maar de hoge priesters hitsten het volk op te vragen dat hij toch liever Barabbas moest vrijlaten. Nu nam Pilatus weer het woord en vroeg hen: Nu schreeuwden ze opnieuw: Kruisig hem. Daarop vroeg Pilatus hun: Maar ze schreeuwden nog harder: Kruisig hem. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij. Maar Jezus liet hij geeselen en gaf hem over om gekruisigd te worden. Nu brachten de soldaten hem het paleis binnen, dat wil zeggen het praetorium. Ze riepen de hele afdeling bij elkaar. Ze hingen hem een purperen kleed om, vlochten een doornkroon en zetten hem die op. Vervolgens gingen ze hem het saluut brengen. Gegroet, koning der Joden. Zij sloegen hem met een rietstok op het hoofd, bespuwden hem en brachten hem hulde door op de knieën te vallen. Nadat zij een spel met hem gedreven hadden, ontdeden ze hem van het purperen kleed, trokken hem zijn eigen kleren aan en voerden hem weg om hem te kruisigen. Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot de drager van zijn kruis. Zo brachten ze hem naar de plaats Golgotha, wat vertaald wordt met schedelplaats. Daar boden ze hem met mirre gekruide wijn aan, maar hij weigerde. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren en dobbelden om wat ieder krijgen zou. Het was het derde uur toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de reden van zijn veroordeling luidde: De koning der Joden. Samen met hem kruisten ze ook twee rovers, de een rechts, de ander links van hem. En zo ging in vervulling dit schriftwoord: Hij is onder de booswichten gerekend. Voorbijgangers hoonden hem, terwijl ze het hoofd schudden en zeiden: Ha, gij daar die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, kom van dat kruis en red uzelf. In dezelfde geest zeiden de hoge priesters en de schriftgeleerden spottend onder elkaar: Zelfs die samen met hem gekruisigd waren, voegden hem beschimpingen toe. Vanaf het 6e uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luider stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit is vertaald: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Enkele omstanders die het hoorden zeiden: Hoor, hij roept Elia. Een van hen ging een spons halen, drinkte die in zure wijn, stak hem op een rietstok en bood hem te drinken. Terwijl hij zei: Laat me begaan. We willen eens zien of Elia hem eraf komt halen. Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.
Toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot onder in tweeën. De 100 man die tegenover hem post had gevat en zag dat hij onder zulke omstandigheden de geest had gegeven, riep uit: waarlijk, deze mens was een zoon van God. Woord van de Heer. Willen wij samen midden ons geloofsbelijdenis op bladzijde 10. Ik geloof in God, de Almachtige God. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle. De derde dag verrijzen uit de doden, de opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzen van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Namens alle mensen op deze aarde met wie wij onderweg zijn, bidden wij. Om Gods ontferming voor zijn kerk die vreugde en lijden herbergt. Voor mensen die de samenleving tonen wat oprechte vergeving is. Voor alle gelovigen die hun naaste behoeden voor het kwade. Laat ons bidden. Om Gods ontferming, voor diegenen voor wie de levensweg een levenslange vlucht is, voor hun naasten die hen dragen en voor hen bidden, voor de anonieme vrijwilligers die dienstbaar en deemoedig in het leven staan, laat ons bidden. Om Gods kracht, voor wie op hun werk verstilling en gebed inbouwen, voor alle mensen die op Jezus' lijdensweg meegaan. Laat ons bidden. Om Gods kracht, voor gehuwden die een oplossing zoeken uit een conflict. Voor mensen die omwille van de vrede hun leven op het spel zetten. Voor hen die geloven dat de liefde het laatste woord heeft. Laat ons bidden. We bidden voor de zoveel zieken die in aanraking zijn gekomen met het coronavirus. Voor al onze zieken, ook voor hen die herstellende zijn, dat ze alle kunnen rekenen op ons gebed door goede zorg en begeleiding. Om genezing, laat ons bidden. Voor de intenties die zijn aangereikt voor deze heilige mis, we bidden voor het welzijn van onze parochiegemeenschap. Vanwege de 6-wekendienst bidden we voor pastoor Joop Boers. In de afgelopen week hebben we in geloof afscheid genomen van Riet van de Ven van Dommelen,
99 jaar, waar uitvaart heeft plaatsgevonden vanuit Waalgedorp. Piet Smolders, 85 jaar, zijn uitvaart heeft ook plaatsgevonden vanuit Waalge. Dat al onze dierbaren overleden, ook hen die we niet met naam hebben genoemd, thuis mogen zijn in de vrede en vreugde bij God. Laat ons bidden. En we bidden een moment in stilte voor al hetgeen ons persoonlijk te harte gaat. En ook de intenties neergelegd aan de voeten van de Maagd Maria mogen met ons meedragen in gebed. Goede God, we danken u. Je hebt uw Zoon gezonden, opdat we deel zouden krijgen aan uw verlossing. Schenk ons daartoe het geloof door Christus onze Heer. Amen. Neemt u plaats. Met het afsluiten van, met de voorbeden, sluiten we de dienst van het woord af. U kunt na de dienst uw offeranden, uw collecte neerleggen bij de uitgangen in de manden die klaarstaan. En de kinderen die hebben deelgenomen aan hun kinderwoorddienst, die komen weer terug hier in ons midden. We zien ze dadelijk ook weer bij het altaar staan met een kaarsje. Ik nodig jullie daarvoor ook weer uit. En straks ook voor de vredesgroet in de kerk. En als jullie straks naar huis gaan, beste meisje en jongens, dan neem je je palmpaastok mee. En dan is de kunst om die niet voor jezelf te houden, maar om die weg te schenken aan iemand van wie je denkt, die kan mijn palmpaastok goed gebruiken. En dan doe je eigenlijk precies hetzelfde wat Jezus heeft gedaan. Jezus die zijn kruis heeft genomen, met zich mee heeft gedragen naar die berg Golgotha. Maar niet voor zichzelf, nee. Voor alle mensen, de fout die mensen maken, voor alle mensen draagt hij zijn kruis. Moest Jezus lijden, maar ook doodgaan. Dat lijkt nu heel droevig. Is dan het einde van het leven? Nee. Na 3 dagen staat Jezus op uit het graf. Hij leeft, alleluia. En dat vieren we komende zondag met Pasen. De dood heeft geen einde. En de liefde van God is oneindig. Voor ieder van ons. Voor jou, voor mij. Voor iedereen hier. Maar ook voor degene met ons verbonden. En voor hen die Jezus nog niet kennen. En laten we ook voor hen in het bijzonder bidden.
Bid, broeders en zusters, dat mijn offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, mogen door het lijden en de dood van uw eigen geboren zoon de verzoening ons nabij zijn. Schenk ons vergiffenis, niet omdat wij het verdienen, maar omwille van het ene volmaakte offer waarin Gij ons genadig tegemoet komt, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaken. Verhept uw hart. Wij zijn met ons gericht. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan de heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Hij die zelf onschuldig was, heeft willen lijden voor hen die schuldig waren. Hij die geen kwaad bedrijven had, liet zich veroordelen omwille van de zondaars. Zijn dood heeft onze zonden uitgewist. Zijn verrijzenis bracht ons gerechtigheid. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, vol zijn in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, vol zijn in den hoge. Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten, dankzij Jezus Christus uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt, om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken u dat u ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken u dat u de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig deze gaven met de dauw van de Heilige Geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, Hij zegende u, Hij brak het en gaf het zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ook nam hij de beker, zegende weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. Heer onze God, zo gedenken wij Hem, die weet wat lijden is, en die de dood heeft gezien, die Gij hebt opgewekt, een naam gegeven hebt, oog boven alle namen. Jezus de Heer is Gij, die is en blijven zal,
uw rechterhand. En tot gij komt, verkondigen wij hem door deze levensbeker en door het brood dat wordt gedeeld. Wij bidden u, zend in uw geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood. En laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u uit kracht van hem, de mensenzoon, hier in ons midden. Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus onze paus, Gerardus onze bischop, Robertus en hulpbischop, met alle bischoppen. Samen met heel uw volk, met Maria altijd maakt, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en alle heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, Heer en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos van het kwaad. Verlos ons Heer van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat we toen door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. De mensen thuis met ons verbonden, vrede en alle goeds. Jongens en meisjes, hier op de altaartafel hebben we al sinds geruime tijd een cameraatje staan, een telefoon. En die zendt live deze mis ook uit naar mensen die niet naar de kerk kunnen komen of ze kijken het later terug. Ik wil jullie vragen om eerst even te zwaaien naar die camera toe. Dan zwaaien de mensen thuis ook naar jullie terug. Doe maar eens een keer. Gewoon zwaaien zo. Nou, thuis hebben ze hopelijk meegezwaaid. Of later op deze dag als ze de dienst nog terugkijken. U in de kerk aanwezig. We wensen u van harte die vrede toe. Ik ga u uitnodigen zodanig elkaar een groet te brengen. En de kinderen gaan zwaaiend u de vrede toewensen. En u wordt genodigd om gewoon terug te zwaaien. Jongens en meisjes, ga de kerk in en wens elkaar de vrede. By the mingling of body and blood of Christ, bring the eternal life. All those who receive it. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek aan Jezelf zonder woorden. Van Christus. Zo gaan we het eeuwige leven aan. Thank you.
Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbij gaat zonder dat ik hem drink, dat dan uw wil geschieden. Laat ons bidden. Door uw heilige gaven gesterkt, vragen wij u ootmoedig, Heer, die ons door de dood van uw Zoon hoop heeft gegeven op het eeuwige leven waarin wij geloven. Laat ons door zijn verrijzenis het doel bereiken waarheen wij op weg zijn, door Christus onze Heer. Amen. We zijn bijna gekomen aan het einde van deze misviering met nog verschillende mededelingen. Zo dadelijk zullen de palmtakjes bij de uitgangen worden neergezet en u wordt uitgenodigd om zelf uit de mand een palmtakje mee te nemen. Ga niet graaien in de mand, ga niet kieskeurig zijn, want dan hebt u alle palmtakjes dadelijk aangeraakt. Het eerste beste pakken en meenemen, zodat we niet met allerlei handen aan dezelfde takjes gaan zitten. Een beetje die hygiëne ook bewaren. Dus het eerste beste takje of twee en die neemt u dan mooi mee. En later in de week of volgende week, als we over zijn, kunt u nog veel meer waarschijnlijk meenemen. Maar wees niet te kieskeurig. En probeer ook de afstand van elkaar te bewaren als u dadelijk bij de uitgang komt en die takjes gaat meenemen. Vanmiddag zullen we om half twee in deze kerk nogmaals een palmpasenviering houden, maar dan met de jongeren en de tieners van onze parochie. Die hebben traditiegetrouw ieder jaar een activiteit, maar vanwege de corona zal dat landelijk niet plaatsvinden. We doen dat hier in deze kerk en daarna zijn ze buiten wat actief. En zo houden we het ook veilig voor elkaar. Komende week zijn er natuurlijk verschillende vieringen in deze kerk. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, de Paaswaken en Paaszondag. Maar, nou komt het, op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn de diensten al vol gereserveerd. Als ook eerste Paasdag om 9:30. Staat u op de lijst, hebt u zichzelf aangemeld, is het geen probleem. Maar Witte Donderdag, Goede Vrijdag en eerste Paasdag om 9:30 zijn vol. Als u niet hebt opgegeven, kom niet naar de kerk, want we zullen u geen toegang kunnen verlenen. Dus niet denken, ik kan er nog wel bij. Want de afgelopen weken redeneren helaas mensen wel, zo worden we iets gemakkelijker in alles. Maar we willen ten alle tijde voorkomen dat we een overvolle kerk hebben. Dat is heel spijtig, maar zo gaan we het nu wel doen. Op eerste Paasdag hebben we daarom een tweede mis om 11:00. Hebt u zich nog niet opgegeven voor Paas, dan kunt u dat nog doen. Woensdag en vrijdag van 10 tot 12 in het parochiekantoor hier in Aalst. Als ook voor de mis op tweede Paasdag om 9:30. Dus op eerste Paasdag om 11:00 en op tweede Paasdag om 9:30. En u kunt zich daarvoor nog opgeven. Ik wil er ook op wijzen dat volgend weekend, na de vieringen, ook een tweede collecte zal plaatsvinden, een deurcollecte. En die is traditiegetrouw bestemd voor het jaarlijks uitstapje van de missienaars en een paar leden bij het kinderkoor. Zodat we weer hopelijk, als het weer mag, weer een dagje uit kunnen gaan. Een spannende week voor 3 kinderen onder ons. Want er zijn er, even kijken, 1, 2, 3. Jullie gaan volgende week zondag in deze kerk tijdens de paasmis je eerste communie ontvangen. Dat is natuurlijk heel spannend, denk ik, want het is de eerste keer dat je deelneemt aan die tafel van Jezus. Maar ik ben tot oordeel gekomen dat jullie je communie inderdaad zondag gaan doen. Waarom? De andere kindjes moeten nog een paar maanden wachten. Het is niet anders. Maar jullie zijn iedere zondag bijna hier in de kerk. En dan denk ik dat je vanuit jezelf, dat is ook wat de kerk vraagt, vanuit jezelf ook Jezus wilt ontvangen in dat stukje brood. Zondag aanstaande, de eerste keer. Jullie zitten dan ook bij ons hier, natuurlijk op veilige afstand, bij ons hierboven. Je zult achter het altaar de communie ontvangen.
Dat is een beetje pech voor de mensen in de kerk, dat ze niet alles goed kunnen zien. Maar het gaat erom dat jullie familieleden die met ons verbonden zijn via Facebook of het later kunnen terugzien op YouTube, ook kunnen zien dat jullie daadwerkelijk jullie communie hebben gedaan. Daar mogen ze getuigen van zijn. Komende zondag, heel groot feest. Jezus leeft, hij is niet dood. En voor de eerste keer deelnemen aan die tafel van Jezus. En ter bemoediging van jullie drie, want ik vind het knap dat je dit gaat doen. Misschien een applausje van de mensen in de kerk. Mag best vandaag. En de applausje wil zeggen een hele goede voorbereiding. Pater John en ik, we wensen u van harte een hele mooie zondag toe. Een goede opgang naar de Goede Week, het hoogfeest van Pasen, met het laatste avondmaal, het lijden en sterven van de Heer. Maar hij is niet dood, hij leeft. En ook al kunt u niet naar de kerk alle dagen van gedenken en herdenken, blijf ook thuis, biddende mensen, en laat uw hart ook openstaan voor de liefde van Christus, die ook bij u wil zijn waar u ook bent. We mogen heen gaan onder de zegen van de Algoede God. De Heer zij met u. En met uw geest. Zegene de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. En gaat u alle heen in vrede. Bedankt God.